Wie geven de nieuwe prins en drie Cameroen? Zo zingen we. Maar wel zien ze dan. Ceremoniemeester, geer op klanken van haar eigen muziek. Bring de heugen onze hoogheid en het jaar 2017 allereerste en zijn adjudanten Stijn en Erwin. Is de prins. Dit is dus Alwin van Herwaarden, kroegbaas van Café de Galerie, het gezicht van het Venlose Oetgamsleven en sinds kort ook prins Alwin den Eerste van vastelovensgezelschap De Vegers. Of hij nou in de kroegstijd of vastelovend viert, einddink is duidelijk. Alwin is altijd de ster van de avond. Ze heel erg vindt het niet. Door komen de Vegers hier met in het midden prins Alwin, adjudant Stijn en Erwin. Geesje bij mij een. Barry Schalkoem, dit is Nicky van Steenkist. Hè. We zijn hier voor een heel joeksig evenement. We gaan dadelijk naar de grote receptie van prins Alwin de Stijt. Prins Lex kan het ganse land gek maken. Prins Alwin maakt de ganse stad wild. Door Geinendum en de ganse stad loopt dadelijk uit. We gaan dadelijk naar de grote receptie. Dat is het leven, door gaat het gebeuren. Alwin, wil ze nog wat zeggen? Ja, ik wil, ja, dat is te gek dit. Zonder hebben wij nog nooit gehad. Ons drinken. Zonder goeie hebben wij nog nooit gehad. Geen het alweer. Zonder goeie hebben wij nog nooit gehad. Ja, dat laat ik eens schema kunnen. Zolang het op een positieve manier is, vind ik het te gek om in de middelpunt te staan. Vind ik het ook leuk om te doen. Moet ik hetgene wat ik leuk vind. Alleen omdat hetgene wat ze thuis wordt. Die heel populair is op dit moment, ja, dan kunt u ook maar in de middelpunt staan. En dan weer ze een gezicht en dan gaan steeds meer mensen met tegen identificeren. En ja, dan komt ze uiteindelijk inderdaad, oké, het gaat over de horeca. En spreekt ze dan de jongere doelgroep inderdaad aan. Ja, dan hebben ze het vaak weer van horen. Alleen in combinatie met de kroeg en met mijn hobby en allemaal dat soort dingen, treedt ze automatisch op de voorgrond. Dus is het sowieso belangrijk om het gezicht te buren en het gezicht te zien. Dus kent ze door dat überhaupt nog leven op de achtergrond? Nee. Mensen willen hier meteen op de foto. Het is leuk om met de mensen te praten. Dus ja, dat is dan het celebrity leven. Ja, misschien maar is het een vorm van celebrity leven. Dat is het dak. De doorluchtige zwijtheid. Doe nog wel. We hebben even een rookpauze ingelast. Ja, officieel gaan we naar de wc toe, maar we noemen het gewoon een rookpauze. Ja, daar gaan we cola. Cola daar. En ze maken dadelijk kouder, hè? Ja, en daar staat, als je even naar de andere kant gaat, dan zie je hier wc-papier. Nee, dat is bootpapier. Bootpapier. Dat kan je fijn op de boot, hè? Bootpapier. En dat is bootpapier, dat gebruiken wij eigenlijk dagelijks. Ja, om te buiten? Om de kont mee af te vegen. Om de kont mee af te vegen, onder andere. Maar ook voor andere dingen. Ja. En dit is eigenlijk wel voor de prins Alwin. Die heeft eigenlijk dit stukje. Dit zo helemaal. Wat vindt de prins er zelf van? En de rest, oh, daar is die. Oh. Alles wat hij zegt. Denk ik. Ja, dat doet het helemaal goed. Alleen, ja. Gisteren hadden we een lange dag. En we moesten om 10:30 verzamelen. Op zin. Zin aangeven. En hij was gewoon 1:30 te laat. Ik heb mijn eigen leven. En ik ben nooit geweest dat ik me altijd netjes aan de regels houd. En een prins kinderen maken? Eigenlijk niet, maar ja, van Alwin accepteren ze dat, waarom dat weet ik niet. Natuurlijk, grote lijnen blijft ze er altijd wel aan houden, want dat huurt gewoon erbij en dat maakt het ook juist leuk. Maar op het moment dat ik naar links toe wil, en dan ga ik naar links toe. Op het moment dat ik naar rechts toe kan, ja, dan ga ik even naar rechts toe. We waren er eigenlijk al klaar mee, maar we zien het eindelijk toch met hem verder gegaan. Proost. Proost. Ja, maar dan ga ik gewoon volhouden. Normaal gesproken, lief Vegels, zin ik ook een hoerigheid niet zo scherp.
Want als ik bij prins Alwin den eerste binnen een meter of vijf stond, dan heb ik meestal een paar bolletjes op en dan is er veel damp en veel gekkigheid in zijn kroeg op de parade. Ik vind het fijn om dit nu een keer hoorscherp te zien, zonder dampen van alcohol, van feest, van Joeks en Jen. Ja, die dampen van alcohol, van Joeks en Jen, die zien er zeker, alleen een alcohol is nog even weg. Lieve Stijn, lieve Erwin, lieve prins Alwin, we vinden het natuurlijk chic om als vrienden even bij ook te komen feliciteren. Kiki, dicht bij zit. Wat is de planning van vandaag? We gaan zo de optocht lopen. Dan gaan we, ik weet het eigenlijk niet, stadhuis of zo. Bier drinken. Ja, dat. Echt, moet dat? Aftreden. En moet dat? Nee, ja. Dat moet. Het kan zijn dat ik er niet bij ben. Dat vond je wel. Dat kan maar weer alleen maar leuk. Ik moet ook alles zelf doen. Niemand die je veters voor je strikt? Er is zelfs niemand die mijn veters strikt. En we gaan nu naar de? Nou gaan we naar de Oude Markt, daar is het verzamelen. Ja. En daar komen eigenlijk alle gezelschappen bij elkaar. Om te starten met de Boerenbroederhof-optocht. Dat is natuurlijk een optocht, dus er zijn altijd wel mensen die zeggen van oh, dat is leuk, ik kreeg veel felicitaties. En dan is het langzaam afbouwen richting het einde. Ja, dus tussendoor rustig een biertje drinken en blijven lachen en blijven gezellig blijven doen. En als we net de trouwerij voorbij is, dan gaan we naar Wilhelmina en dan worden we bij ons de muts afzetten. En dan zijn we klaar. En je hebt er eigenlijk wel van begrepen. Want toen je fantastisch met de Joekse Beel bij de toes kwam, kwam er alleen maar confetti mee binnen. Ik denk, oh, ik ben blij dat ik bij de toes niet de jongens beer heb gegeven, want ik kreeg ze confetti binnen. Dat vind ik eigenlijk echt te gek, dat ik vanmorgen bij Harry heb ik Iggy Toes beer en mugen drinken. Ja, dat is confetti afgeschoven. Dus ik zeg, veel plezier Björk in bed vanover. Ik denk het eerst wel lang, hè? Ja, dat is echt lang. 24 minuten nog. Nog 24 minuten. Ik heb nog 24 minuten. Zweer 1 minuutje verder. Dan wil ik nog een chef protocol bedanken. Alleen binnen de Vegas werd ze nooit weer dat allemaal is. Alsjeblieft. Want de ene die stond na ene dag erop mee van, oh ik ben ziek. Nou, kinderen die drieën van een uur, hè? Al drie. Dat zien de mensen die hebben geprobeerd om mij normaal te kleien. Dankjewel, geniet ervan. We gaan nog bier drinken, we gaan een sigaret roken. Het eten zit klaar. En ik ben klaar. Dit is al bijna verwijderd. Ja, ik weet natuurlijk niet wie andere prinsen zien, wie dat het is geweest met u. Maar ik weet wie ik zelf ben en we hebben de dingen gedaan die we wouden doen. Heb ik te veel gedaan, in combinatie met werken en met lol hebben, zeg ik heel simpel, ja, ben ik nog de vaste lol, doe elkaar ook. Maar zou ik het op een andere manier doen, zeg ik heel simpel, nee. Dit is gewoon de manier zoals we hier beleven en dan, dat vind ik te gek. We'll be right back.
de prins.